Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Aardrijkskundig. Vandaag gaan we het hebben over het ontwikkelingsland Brazilië. Bij hoofdstuk 1 van het ontwikkelingsland Brazilië hoort de volgende hoofdvraag. Wat zijn de relaties tussen de ligging, de ontstaanswijze en de natuurlijke kenmerken van Brazilië? Om je antwoord op te vinden op deze hoofdvraag beginnen we bij paragraaf 1. Ontdek Brazilië. Het beeld van Brazilië, hoe is het nou ontstaan? Nou, vroeger hadden we een bepaald beeld van Brazilië. Dit beeld kwam voornamelijk van ontdekkingsreizigers die naar Brazilië toe gingen. Zo is ook de kaart ontstaan die erbij staat. Men vond het toen een vreemd en ook een groot land waarin een eenvoudige bevolking woonde, waar het wel lekker weer was, met veel bossen. Als we nu aan Brazilië denken, hebben we een heel ander beeld erbij. We denken meteen aan het Amazone-regenwoud. De mooie stranden, het voetbal en de voetballers, het Christusbeeld in Rio de Janeiro en het carnaval. Ook denken we aan de sloppenwijken of favela's en de armoede die is. En helaas moeten we ook steeds vaker denken aan de houtkap van het Amazonewoud. Nou, hoe ontstaat dan zo'n beeld? Zo'n beeld ontstaat door informatie die wij krijgen. Dit kan door internet, televisie, krant of tijdschriften. Vroeger moest het dus allemaal van mond tot mond of geschreven geschriften van mensen die op die locatie waren geweest. Het is dus tegenwoordig een stuk makkelijker geworden om een beeld te creëren van een plek. Zo'n idee wat je dan krijgt in je hoofd van hoe zo'n plek eruit zou moeten zien, noemen we perceptie. Perceptie is dus het idee van hoe het eruit ziet. Het is dus niet per se de waarheid. Als je dus op een gegeven moment denkt te weten waar bepaalde plekken liggen en hoe de wereld eruit ziet, kan je een mental map vormen. Hier zie je nu een voorbeeld van een mental map van iemand die uit Nederland komt. Nederland staat namelijk groot centraal in beeld, waarbij die andere delen van de wereld naar zijn beleving zijn ingedeeld. Deze kaart is natuurlijk niet accuraat met de echte kaart, maar deze is dus gemaakt vanuit iemands perceptie over de wereld. Uit dit soort mental maps of perceptie van mensen kunnen vaak stereotyperende beelden vormen. Wat zijn dat dan? Dat zijn vaak overdreven en eenvoudige beelden gebaseerd op vooroordelen van informatie die iemand anders aan jou vertelt of overbrengt. Een stereotyperend beeld is dus ook vaak niet accuraat. Nou, even terug naar het land Brazilië. Het land Brazilië is echt gigantisch. Het is het op 4 na grootste land. Ook als je naar het kaartje kijkt, zie je dat Brazilië bijna even groot is als heel Europa. Het ligt in het werelddeel Zuid-Amerika. En is bijna 4300 kilometer breed en daarbij ook 4300 kilometer lang. Paragraaf 2. Landschap en delfstoffen in Brazilië. Het relief in Brazilië. We hebben eigenlijk 3 benoemenswaardige plekken. Het eerste is het hoogland van Goiânia. Dit is een hoge bergte met bergtoppen tot aan 2900 meter. Daarna hebben we het hoogland van Brazilië. Dit is een middelgebergte tot 1100 meter hoog. En ook hebben we nog het Amazonebekken. Dit is de vlakte waar de Amazonerivier doorheen stroomt in het lager gelegen deelte die nu ook aangegeven is op de kaart. Nou, hoe is dan dit relief ontstaan in Brazilië? Dit komt eigenlijk door 2 manieren. We hebben endogene processen, platentectoniek, en exogene processen, verwering, erosie en sedimentatie. We beginnen met de exogene processen. Hier zien we nog verschillende werelddelen los liggen. Eerst bewoog de Rio del Plata een kleine plaat richting het noorden en kwam eigenlijk tegen San Francisco, Congo aan. Deze bewoog na de hand weer een beetje meer richting het noordwesten, waardoor het in aanraking kwam met de Amazonia en West-Afrika plaat. Deze bewogen in het algemeen naar noorden, waarin eigenlijk een beetje het huidige beeld van Zuid-Amerika kon ontstaan. Deze Zuid-Amerikaanse plaat zat daarna nog vast aan Afrika en is de afgelopen 250 tot 110 miljoen jaar geleden losgekomen en nu langzaam aan het wegschuiven bij Afrika vandaan. En in het midden tussen Afrika en Zuid-Amerika is die mid-oceanische rug aan het ontstaan. Dan de endogene processen.
Het verweringsmateriaal uit hooggelegen plekken is in de rivier de Amazone terechtgekomen. Die rivier die stroomt eenmaal in die Amazonebekken extreem sloom. We zien hem ook meanderen op de foto. Doordat die rivier hier zo sloom is gaan stromen, is hij gaan sedimenteren. Het verweringsmateriaal uit de hooggelegen plekken wordt hier dus langzaam neergelegd in de Amazonebekken. Daarnaast is Brazilië rijk ook aan veel natuurlijke hulpbronnen. Zo heeft het aardolie voor de kust bij Rio de Janeiro en we zitten ook verschillende ertsen in de binnenlanden. Nou, hoe zijn deze ertsen dan ontstaan in de bodem? Doordat die Amazonerivier zoveel sedimenten meenam, zijn er dikke pakketten met sedimentlagen afgezet. Deze zijn door de druk van bovenop elkaar steeds harder gaan worden en hier ontstonden sedimentgesteenten. Tevens door de druk van onder uit de aardmantel en de aardkern is dit nog harder gaan worden en zijn die verschillende etsen ontstaan. Doordat daarna erosie en verwering het land heeft bewerkt, zijn deze etsen aan het oppervlak gekomen en zien we hier op de foto nu een etsmijn vanuit de zijkant. Of vanaf de bovenkant hoe groot het is. Hier wordt dus eigenlijk gewoon de bovenste laag afgegraven. Ook zei ik wat de olie voor de kust van Brazilië lag. Hoe is deze olie dan ontstaan? Nou, toen Zuid-Amerika en Afrika langzaam uit elkaar bewogen, ontstond er een slenk in de zeebodem. Deze zee, waar dus die slenk onder lag, leefden allemaal kleine diertjes. Als deze doodgingen, kwamen ze terecht op de zeebodem. Na de hand zijn de flinke pakketten met sediment boven deze dode zeediertjes gaan liggen. Deze pakketten werden zo dik dat er veel druk en gewicht van bovenaf opdrukte. Hieronder ontstond dus een laag met olie. Na de hand zijn de verschillende plekken gaan plooien en gaan bewegen, waardoor de olie hoger kwam te liggen. Na de hand zijn hier dus boorplatformen opgezet en is het door de grond naar beneden geboord om deze olie uit de grond te halen. Eigenlijk is olie dus gewoon kleine dode diertjes uit de zee. Wat leuk dat je weer hebt gekeken naar een video van aardrijkskundig. Ik hoop dat je er veel van hebt geleerd en zie je graag snel weer.